Is deze machine de toekomst? Kijk, ik weet natuurlijk niet wat de toekomst ons gaat brengen. Wat ik wel denk is dat deze machine ons een enorme stap voorwaarts gaat brengen richting de toekomst. Op machinegebied is dit eigenlijk next level. We hebben deze machine ontwikkeld omdat er door de jaren heen eigenlijk heel weinig vernieuwingen in spoormachines doorgevoerd zijn. En omdat er heel veel technologie vandaag in de dag beschikbaar is die we kunnen toepassen. Dus dat houdt in dat we minder slijtage hebben, dat we metingen door kunnen voeren, dat we optimaal kunnen verdichten en dat we milieutechnisch stilstand hebben waardoor we minder stof en minder vibratie in de machine hebben. System 7 is een relatief nieuw bedrijf. Die zijn op een hele innovatieve manier zijn ze ongelooflijk vernieuwend bezig. Dat past eigenlijk heel goed bij de filosofie en de gedachte van Structon. In de basis was het natuurlijk een prachtig ontwerp waarmee we aan het werk zouden gaan. Maar onze mensen zijn buitengewoon positief kritisch. En dat wordt ook heel positief ontvangen bij System 7. Structon is natuurlijk een hele grote speler in de markt. Maar is ook zeker zeer progressief in de denkwijze. Om inderdaad op een andere manier het spoor te beleven. Niet puur als machine, maar zeker ook de data die komen van het spoor. De data die ik uit mijn machine kan halen, waardoor ik alles eigenlijk kan optimaliseren en kan vastleggen. Data is wat dat er gaat goud. Wat willen jullie nou op een machine? Wat zou die moeten kunnen? Wat zouden jullie fijn vinden op die machine? Daar hebben ze heel erg naar geluisterd. Dat zien we ook terug in de machine. Maar ook nu nog, elke wijziging die we graag willen hebben, voeren ze vaak door. Ja, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er behoorlijk wat aanpassingen aan deze machine gedaan zijn. En op een manier dat wij ons werk echt op een hele goede manier uit kunnen voeren. Ja, we zijn over samenwerking met System 7 zijn we echt heel tevreden. Ja, het is een wereld van verschil. Dat komt ook met name omdat voor ons natuurlijk, wij zijn van nul begonnen. We hebben het hele concept vanaf nul helemaal opgebouwd. En het is altijd eenvoudiger om iets van nul op te bouwen dan iets bestaands compleet om te bouwen naar een modernere vorm. Deze machine die, kun je bijvoorbeeld leren om een wissel te stoppen. Ja, dat is echt heel erg nieuw. Traditionele stopmachines zoals we die kennen vaak door vier mensen bediend wordt. Deze machine zou je met drie man kunnen bedienen. In principe is de machine die geeft ons heel veel data. En die data heeft hoofdzakelijk natuurlijk te maken met hetgene wat hij gedaan heeft. Maar wat deze machine in het bijzonder heeft, is dat hij ons ook iets vertelt over de kwaliteit van de bovenbouw. Buiten dat deze machine dus de ligging vastlegde in het spoor, kan hij ook iets vertellen over de dichtheid van de ballast onder de dwarsligger. Er zitten sensoren die de kracht meten waarmee dat hij de ballast samendrukt. En met die data kun je iets vertellen over de standheid van het spoor en eventueel de degeneratie daarvan. Dat is super interessant voor de bezitter van het spoor, want die kan zijn onderhoud veel beter plannen. Die kan eigenlijk zijn hele routing mappen. Dat is vandaag aan de dag nog niet mogelijk. Dat een stopmachine je dat kan vertellen, ja, dat is wel echt behoorlijk baanbrekend. Deze machine heeft ook via internet contact met onder andere de fabrikant. En de fabrikant die kan met ons meekijken en die kan updates draaien. En ja, als we al die dingen bij elkaar zetten, dan denk ik ja, dat we eigenlijk in een nieuw tijdperk van mogelijkheden beland zijn. En hoe mooi is dat? Ja, ik voel me eigenlijk wel, ik voel me enorm trots en blij dat wij als Nederlanders dan in ieder geval het lef en de mentaliteit hebben om zoiets aan te pakken en echt voorop willen lopen in de markt. Innovatief, technologie, ja, noem het allemaal maar op. En ja, wij doen het. Ben ik daar trots op? Ja.